Maserati Levante, modeljaar 2019. Ja, er is niet zo heel veel veranderd. Maar ja, wie wil er nou niet in rijden? Zoals die hier staat, kost die trouwens 190.000 euro. Dus dat is best een smak geld. Nieuw zijn LED-koplampen. De grill hebben ze iets gewijzigd. Er zijn nieuwe kleuren van de auto. Deze behoort er niet toe, maar nieuw design voor de wielen zijn er. En ja, hoe vaak zit je nou in een auto van 190.000 euro? Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus ga vooral even mee. De startknop zit aan deze kant. Nieuw is, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar de pookknop is nieuw. Ja, dat was een beetje een onhandig bedienbaar apparaat aan het worden. En deze gaat veel makkelijker. Kijk, je zet hem in CD. Dus dat is echt wel een vooruitgang. En ze hebben hier dan ook het infotainment systeem is ook aangepast. Nou ja, dat werkt allemaal snel, het ziet er goed uit. Dus dat doet het ook. Ja, deze koop je, Maserati Levante, koop je toch wel vooral vanwege zijn motor. 430 pk zit erin. Een V6 biturbo, dus dat is best een flinke jongen. Mocht je overigens meer willen, dan kan dat. Ze hebben ook een versie met 550 pk. En er schijnt een Trofeo aan te komen met 590 pk. Maar geloof ons, dit doet het best wel flink hoor. Op autorij.nl kun je het verhaal lezen. Dus hoe het rijdt en wat het allemaal doet. Maar een Maserati koop je toch vooral vanwege het motorgeluid. Dus dat zal ik even laten horen. Ik zet hem even in de sportstand. Daar koop je toch wel een Maserati voor hoor. Weet je, je hebt niet allemaal van die foefjes als een elektronisch of een heel digitaal dashboard. En je smartphone moet je ook met een kabeltje opladen. Gaat allemaal niet draadloos. Maar ja, dat geluid maakt het echt wel helemaal top.